De rechtspraak in Suriname bestaat vandaag 155 jaar. Ter ere hiervan organiseerde de rechterlijke macht een uniek congres getiteld Rechtspraak toen, nu en de toekomst. Dit historisch evenement is gehouden in het Assyria High Rise Event Center en is gericht op zelfreflectie en het streven om het rechtssysteem dichter bij de samenleving te brengen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft het congres geopend en zei dat het Hof als entiteit en hiernaast ook de leden zich inzetten voor het waarborgen van het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. Het is derhalve van eminent belang dat het goed functionerende en onafhankelijke rechtspraak van levensbelang is voor de rechtsstaatbeleving, verbond van onze democratische rechtsstaat. En levert een wezenlijke bijdrage aan de versterking van een rechtvaardige en geordende samenleving. Een samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigen richting of recht van de sterkste. Vanaf 1 mei 1968 heeft de leiding van het Hof van Justitie ervoor gezorgd dat de rechtspraak zo goed als kwaad in stand is gehouden. Ivan Rasselbaks, president van het Hof, zegt dat de samenleving niet kan functioneren zonder rechtspraak. Rechtspraak draagt bij aan de sociaal-maatschappelijke rust in de samenleving en bevordert rechtszekerheid bij de burgers. Volgens Rasselbaks is de rechterlijke macht de uitlaatklep van de samenleving. De rechtsstaat is niet een vanzelfsprekend gegeven. In een samenleving, dat is het niet. Doch heeft continu onderhoud, evaluatie, communicatie en onderricht nodig. Het is er in de mate, je moet het verder brengen naar een andere maat. Telkens weer. En soms gaat het weer terug in maat en dan breng je het weer naar een standaard. Maar vergeet je niet, ook de rechtspraak zelf zal eraan moeten werken en wennen dat er voldoende public trust en confidence bestaat. Uiteraard zijn de twee andere staatsmachten mede verantwoordelijk voor de institutionele onafhankelijkheid, waaronder een goede organisatiewet, rechtspositieregeling, beschikbaarstelling van middelen.